De poort opblazen. Dus laten we gaan. We gaan hier de bom neerzetten. We pakken de Ork Torch. We nemen afstand. En... fucking hell, we zijn binnen. Yo, kijkers van WhatsApp, welkom bij de derde aflevering van de Minecraft Survival Serie op de Lord of the Rings mod. En we zijn vandaag weer terug in Umbar. Want jullie hebben waarschijnlijk wel gezien dat wij hier al een keer hebben gevochten zelfs. Al twee keer zelfs. En ja, we hebben er eigenlijk best wel weer veel zin in. En zoals jullie kunnen zien, ja, oh, wat een mooie skin en wat een mooie shaders heb ik toch. Ja, we zitten hier nou in een kampje in Umbar. Jullie kunnen het zien hier op de map. Oh, dit is trouwens allemaal nieuw, want ik zit in de vernieuwde versie van The Lord of the Rings. De 35.2 is uit en volgende week ga ik jullie laten zien wat er allemaal nieuw is in de vierde aflevering. Dus stay even tuned. Maar hier zien jullie dus zeg maar het Middle-earth menu. Dus je kan hier zien wat de achievements zijn, de map, de factions, een vraagteken. Oh, daar heb ik zelf nog niet eens naar gekeken. De fellowships, de titles, de shields en de options. Maar wij gaan dus even naar de map kijken. En zoals jullie kunnen zien, wij zitten hier in Umbar. En ik heb hier ook een quest lopen. En ja, we moeten eens even kijken wat we precies hier allemaal moeten doen. Oh ja, ik weet het alweer. We zijn hier namelijk laatst geweest om dit stadje eigenlijk te verweren van een hele grote invasie. En dat is met succes gelukt. We hebben Faramir, hebben wij gezien. Dat is een Captain of Gondor volgens mij. En die wil hier zeg maar zijn slag slaan. En wij moeten ervoor zorgen dat wij hem zo ver mogelijk van Umbar weg kunnen drijven. Maar of dat altijd lukt, dat is dus niet altijd heel duidelijk. Maar ik heb dus even met de captain gesproken. En hij heeft mij een gift achtergelaten, zoals jullie kunnen zien. Hier staat For Caladir. Dus we gaan even kijken wat er in die kist zit. En dat zijn een paar arrows. Zo, kijk eens, dat zijn lekker wat. We hebben dus een orkbomb hier in zitten. En we hebben een ork torch. Dus die twee. Ah, oké. Okay. Wellicht komt het een keer van pas. Wie weet. Maar ik ben even op zoek naar de captain. Is die hier nog? Nee. Want hij heeft ons ook een missie gegeven. Hij heeft namelijk in de verte alweer een kamp gespot. Van de Gondorian Ithilien Soldiers. En wij moeten die gaan clearen met de wapens die we dus hebben. Dus vandaar dat we wat pijlen hebben gekregen. En ik denk dus ook die bom. Zodat we ergens in dat kamp kunnen blazen. Dus dat gaan we dus doen. We gaan dus lekker op weg door het geweldige Umbar met de zon in ons gezicht. We worden gewoon verblind als je een vampier bent. Dan heb je dikke vette pech. We hebben hier nog wat homeboys staan. Yo gangsters. We long since abandoned the Undunam. Bloodlines made us stronger too. Aye. Yes. Arr. Arr. Ja. Meneer de piraat. Nou, eens even kijken. Waar moesten we naartoe? We moesten richting het oosten. Dus wellicht komen we straks wel even wat tegen. We zien hier nog wat andere Umbar Arches. Yes, those mercenaries will fight for you. But will they share their plunder with you? Nee, niemand wil dat. Tuurlijk, als je een egoïstische piraat bent, dan moet je toch wel eigenlijk beter kunnen beseffen dan dat je iets gaat delen. Hé, kijk, een kameel. Hallo, meneer de kameel. Hallo. Kunnen we hierop? Nee. Holy fuck, hij maakt een cool geluid. Dat is nice. Nou, doei Umbar Estate. We gaan... oh, fuck. Het is daar al. Shit, man. Oké, we gaan even op een afstandje toe kijken. We gaan achter deze boom zitten. En we zien hier dus weer een kamp. En zoals je kan zien, de vlag van Gondor is geheist. En daarachter, ik zie al wel wat arches. Wat hebben we hier? We zien hier nog wat Umbar mensen rondlopen die blijkbaar... oh shit, daarachter zijn Gondorian warriors met Umbar warriors aan het vechten. Maar we zien hier dus een soort van gatehouse. Als we nou eens even hier gaan staan... en dan gewoon die archers eens even af gaan maken. Want anders komen we sowieso niet binnen. Hallo meneer de archer. Oh, dat was iets te laag. Komt u maar. U gaat neer. U schiet niet terug. U bent te dom om te poepen. Denk ik. Ja. Het ziet er wel naar uit. Alsof die niks doet. Oké, hier. Kijk, we krijgen dus allemaal weer opnieuw de enchants. Puur om het feit dat we dus zijn gaan updaten. Op de enchants. De achievements. Oh, hij gaat nu wel terugschieten. Oh, fuck. Deze man kan wel poepen. Maar hij gaat alsnog neer. Oké. Goed, we hebben nu dus, zeg maar, de poort vrijgesteld. En we zijn nu dus bij de poort. Maar hoe gaan we dat doen? Ja, daarvoor hebben we dus deze hele mooie orkbom gekregen. En met die orkbom gaan wij de poort opblazen. Dus laten we gaan. We gaan hier de bom neerzetten. We pakken de orktorch. We nemen afstand. En... fucking hell, we zijn binnen. Of in ieder geval bijna binnen. We moeten even blokken plaatsen. Kunnen we zo naar binnen? We zijn... het kampje binnen. Oh fuck. Oh fuck jongens. Er zitten hier arches. Fuck. Getting wood jongens. We hebben alweer opnieuw een achievement. Holy shit. Er zijn hier nog best wel wat mannen.
Oh, fuck. Ik word van meerdere kanten beschoten. Misschien moeten we toch even een afstandje gaan nemen dat we veilig staan. En even kijken, misschien is dit ding wel handig. Hallo? Hallo meneer de... Oh, hier is de Archer. Hij gaat eraan. Kut Archers. Oh, ik word van meerdere kanten beschoten. Oké, er is eentje neer. Waar is die andere gast? Oh nee, het regent. Shit. Nee. Het regent echt spontaan. Hier is er nog één. We gaan die gast even afmaken hoor. Huppa. Die is ook neer. We kregen gelijk weer wat dingen erbij. Maar we moeten ons nog pledgen trouwens. Laten we dat ook even doen. We gaan eventjes naar de... Oh nee. Er komt een warrior aan. Kom maar jongen. Je kan niks tegen mijn poleaxe. Wat wil je dan doen met je short weapon? Je kan me niet eens hitten, man. Kijk dan. Lekker wapen dit, hoor. Lekker wapen. Kijk, hij dropt ook gelijk gewoon goede loot. Laten we ons eerst even pledgen. Ik kan nou ook nog even zien. Dat was L. Dan gaan we naar menu. Dan gaan we naar factions. En dan gaan wij naar Harad hebben we hier. We hebben Morweth, Taurat en Half Trolls. Maar wij gaan ons pledgen aan Harad. Ja, ja. Mooie toeter. Dus dan kunnen we ook meer influence gaan krijgen in Harad. Eens even zien. Zijn daar nog achter? Zijn nog warriors? Kijk, die kunnen we wel even gewoon neerschieten. Die heeft toch niet door dat ik hem doodschiet. Ja. Kom op. Oh, hij komt eraan. Kijk, en nu... Oh, shit. Kom. Oh, daarachter is ook nog een archer. Hup. Ga weg, jij. Stinkende Gondorian. Good morning, Galadir. Oh nee, de Grey Wanderer is hier voor mij. Alweer. Maak hem af. Oh, ik ga bijna dood hier, jongens. Oké. Even rustig, even de situatie aankijken. En even kijken of er nog wat meer Gondorians zijn. Want volgens mij zitten daar wel wat interessante shit in die kisten, jongens. Daar willen we natuurlijk wel even in gaan kijken. Maar er zijn hier nog Oden achter. Dat is een archer. Jongens, waarom is dit kamp zo gevuld met Gondorians? Waarom worden hier geen Ithilians te zitten? Of zijn ze samen op expeditie gegaan met een Gondorian army? Ja, een full Gondorian army. Hoppa. Eens even zien. Kijk, we hebben hier zelfs ale. Oeh, ale. Wat zit hierin? Oh, jongens. Ik kom hier zo even terug. Want ik heb hier een medium pouch. We gaan eens even zien wat erin zit. Maar eerst gaan we eens even kijken naar wat hier in het kampje ligt. Want ik heb hier namelijk een hele mooie pouch. En hier hebben we nog een pouch. Wat zit hierin? We hebben hierin zitten olijvenbrood. Pijlen. Nou, die kunnen er wel weer uit. Dan stoppen we er even wat blokken in. Want ja, kom op baby. Wie heeft er nou blokken nodig? We hebben flink wat Gondorian armor geloot. En ja, dat is alweer bijna een volle pouch. Kijk, iron ingots. Die komen we straks nog wel een keer van pas. Gondorian Dagger. Dat is wel handig. Oh! Ga weg jij. Stinkende Gondorian. Je kan toch niks doen zolang ik dit wapen heb. Deze range is gewoon vertiefd groot. Hoppa. Nou, zoals jullie al zien, we hebben al aardig wat alignment. Of in ieder geval veel punten voor Harad. Omdat we ons ook hebben gepledged. En we vinden allemaal dit soort shit. Misschien hebben we er nog een keer wat aan hebben. Ik ga nog geen alcohol drinken. Want als we dat gaan doen, jongens, dan... Dat kan nog wel knap lastig gaan worden. We zitten hier nou bij deze kist. En we hebben fur gevonden. Misschien kunnen we daar nog wel wat van maken. En we zagen hier ook nog wat ingots. Gewoon alles meenemen wat we nodig hebben, jongens. Dat is alleen maar handig. Maar zitten hier nou nog meer Gondorians? Eens even kijken. De tenten zijn leeg. Volgens mij zie ik ook niemand op de torens, of wel? Nee, niemand op de torens. Helemaal niemand. Dan lijkt het mij dat alleen in deze tent nog wat zou kunnen zitten. Dus we gaan eens even naar binnen. En we gaan even kijken. Oh nee. Ja hoor. Kijk eens wie we daar hebben. Zo. Ja, ik heb jouw mannetjes mooi afgemaakt. Hoe klinkt dat? Je bent omsingeld, meneer Faramir. Ik dacht dat mijn manschappen wel beter getraind zouden zijn dan een miserige zeerover. Ja. En ik heb zelf gemaakt. En nu ben je omsingeld. Je kan geen kat meer op, jongen. Dan moet je tegen mij gaan doen, meneer Faramir. Omsingeld, hè. Ja, je bent omsingeld. Je kan geen kat meer op. Wat de fuck is dat voor hoorn? Nou, goed. Wat ben je van plan daar, meneer Faramir? Later, miserige zeerover. Hé, dat dacht ik dus even niet, jij.
Kom eens even heel snel hier. Het enige... Oh, fuck. Hij rent ook gewoon weg. Hij rent gewoon weg. Dat dacht ik dus niet, hè. Je gaat gewoon mee. Ik pak jou aan. Dat is, je bent een bounty. Hè? Zeerover, we zien elkaar snel weer. Maar wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Oh, nee. Hij spant alweer een... Oh, nee. Niet een fucking... Oh, fuck. Oh, nee. Jongens, hoe moet ik dit nou gaan doen? Dit... Het is een leger van de Tinian Rangers en het regent. Jongens, kom helpen hier. Jullie zijn mijn wachters. Kom helpen. Kom al. Oh, jongens, we moeten hier die wave gaan verslaan. Ze schieten op jullie. Wat doen jullie? Jongens, help mee. Ik krijg echt gewoon een fucking volley over me heen. Dit is dan niet normaal. Huppa. Het zijn er echt ook gewoon 5 in één row. Jongens, help eens mee. Wat zijn jullie nou voor verslechte Rangers? Jongens, ik ga dood hier, fuck. Oké, even eten. En daarna kunnen we wat verder vechten. Oh shit, er komen alleen maar meer aan. Faramir, die is natuurlijk alweer weg. Ik moet hier ook weg, jongens. Anders gaat dat niet goed komen. Holy shit. Hij heeft wel afstand zo tussen ons gecreëerd. Oh, dat hele leger komt achter me aan. Jongens, help. Help, ik zit vol pijlen. Fuck. Kom op, hé. Die 6, die gasten die ons volgen, die mogen nog wel even worden afgemaakt. Als ze nog überhaupt zijn. Ja, hier. Het is onzichtbaar. Oh, je. Fucking hell, Legion. Dat is één neer. Oh. Het schaap stond ervoor. Wat is dit? Wow. Oké, deze is neer. En volgens mij concludes dus onze... Oh, je. Jij dacht dat je van me af was, hè? Meneer de Italian Ranger. Oh, oh, oh. What the fuck? Wat schiet hij snel? Ah. Oh. Dank u wel, meneer. Vriendelijk bedankt. Oké, okay, goed. Die, uiteindelijk is nou die... Ja, de... We zijn nu dus... We zijn Faramir kwijtgeraakt. Kutzooi. Dus onze objective is gecomplete. We hebben in ieder geval het kampje hebben wij... Of in ieder geval verslagen. We hebben mooi de poort opgeblazen. Dat was wel echt een vet iets om te doen. Maar, ja, Faramir is weg. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat wij vol zitten met pijlen. En dat wij op zoek moeten gaan naar Faramir in de volgende aflevering van de Lord of the Rings Survival. En ja, hopelijk gaan jullie ook kijken. Dus vonden jullie het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watchtracker voor meer van de Lord of the Rings. En laat even in de comments achter wie jouw favoriete karakter is uit de Lord of the Rings. Want dat wil ik graag weten. En dus, tot de volgende keer. Later.